was da hört also. Hey. Ja. Maar hier de weet ik niet. Ja, ik vind het leuk om naar de wedstrijden te gaan. En waarom? Ja, het is gewoon een goede club. Ik heb mijn zoon en ik wel eens mooie hand. Nou, die zit aan de vuilnisauto op een reclameboer. Waar bij in de Zuid is, hoi, vuilnisauto. Die vindt het gewoon gezellig, maar het speeltje voetbal dat, ach, nou ja, gewoon leuk. En deze die kent de spelers en die heeft echt binding bij de club. Die heeft echt feeling. Dat zit in bloed en ze zijn in het begin wel, ja, het komt er hard uit. Ik heb er een keer mooi hand, maar daarna is het echt om iemand zelf, als hij het echt leuk vindt. Nou, deze die leeft ervoor en dan hebben we hele mooie uitjes. Vooraan is mooi, ja. Jongens! Ik ken er niks van. Ah, jongen! Ja, zit nog hier bij de bus van hem, mooi. Ja, de. Wat er altijd gebeurt en ze de kansen en dat het een doelpunt is. En wie de outtrap heeft. En waar doet het je het goed van de spelers? Ja. ja, wanneer aan dat het wel doet, alleen die blunder dat hij het. Corner? Ze verloren echt heel goed, die broodjes. Het is wel vol buk. Bijna wel. Oh, hij moet een omhaal dan, alleen daar hield de rondte net voor. Kom op! Maar die Mel is er nog, hè? Ja, die zit er daar. Ja. En mijn hele familie, want we hier en je moest spelen, dan moesten wij kaarten voor hun regelen. En had mijn duimen, had veen duimen spelen, dan met hun kaarten voor de U's regelen. En waarom dat dan? Waarom Emmen? Ja, omdat uw familie die is voor Emmen. Toch uit? Die komt niet uit Emmen, hè? Ja. Mem komt van Emmen. Die Mem komt uit Emmen. Ja. En hoe speciaal is deze wedstrijd dan? Nou ja, een beetje krijgen als een horen wedstrijd. Oh, okay. Hoe geeft dat toe zo? Hij heeft zijn volgende doel om. Voor Maarten is het wat makkelijker al, hè? Maar wij hebben nog een familiefeestje, dus het zou wel hoffelijk zijn als we hier nu voor 3 punten. Hè? Dat ben dan ik de eerste 3 thuispunt dit seizoen. Ja. Dit hebben we op horen. Ja.